Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Mark Raad, ik ben een ITS System Architect binnen NXP. ITS staat voor Intelligent Transportation Systems. Ik werk al zo'n pak een beetje 20 jaar bij NXP. NXP gaat de laatste tijd erg florissant bezig met de Secure Connections for a Smarter World, of de Internet of Things, allemaal van die mooie buzzwords die je overal hoort. Maar we doen er ook daadwerkelijk iets mee. Connected Mobility. Ik werk voor Bio Automotive en daar zijn wij bezig met allerlei facetten om de auto connected te krijgen. Wij gebruiken natuurlijk keyless entry. We hebben de standaard DRB en DVB-T en FM en AM informatiestromen. Behalve analoog dat er ook nog eens digitale stromen binnen de auto binnenkomen. Car to car, we werken aan radar. Intelligent Transportation Systems. Je bent zo Engels bezig dat je niet... ja, intelligente transportsystemen. Het betekent gewoon eigenlijk dat steeds meer, dat de auto steeds meer een onderdeel gaat worden van de mobiliteit. De vorige twee presentaties gingen daar erg sterk op in. Als er vragen zijn, gewoon durende de presentatie of achteraf, geen probleem. Oh, DAB is de digitale audio broadcast. Let's get digital. Slaat daadwerkelijk aan, ik merk het. dus dat zijn de nieuwe digitale radio. Je kunt je voorstellen dat je over digitale radio ook heel mooie data verkeersstromen kunt sturen. Ja? En je kunt over telefoon kun je de informatie sturen. En je kunt over nog steeds de ouderwetse RDS, het signaaltje wat naast de FM zit, kun je dingen doorsturen. Ja? Dus al die informatiestromen die komen tezamen in de auto. Dat is wat we duidelijk willen maken en daar willen wij graag als NXP natuurlijk ook business mee draaien. En dan krijgen we weer het plaatje, net zei iemand 3 miljard, Cisco zegt dit, Google zegt dat. Het zijn er veel. Ja? En increasing connectivity, dat is wat er te wachten staat. En eigenlijk is dat in principe, ja, eigenlijk wilde ik dit plaatje nog laten zien. Ik heb hem net ertussenin gejast. Ik zat aan mijn telefoon te kijken en ik dacht, ik ben vorige week dus in die conferentie in Bordeaux geweest over intelligente transportsystemen. En dit is onze stand. Daar hadden wij een mooie auto neergezet. Het is een Tesla. Alhoewel meneer Rinspeed die heeft hem een beetje aangepast met allerlei leuke goodies erin. En deze auto zit dus boordevol met al die sensoren. Het is een en al digitaal wat er in die auto is. Het is echt een genot om naar te kijken. Maar je kunt je voorstellen dat dat ook al problemen geeft. Deze auto mag niet op de weg rijden bijvoorbeeld. Vooralsnog. Dat wou ik even laten zien. Maar wat ik dus net zei, dus al die connecties die we hebben in de wereld. Ik geloof dat onze eerste spreker die had daar een mooi voorbeeld van. Wat vinden we nou accepteerbaar met veiligheid of privacy? Met de telefoon, ja, ik wou het zelf ook zeggen. Wij accepteren alles met dat ding. Maar zodra het om een bankrekening gaat, dan zijn wij opeens heel wat afstandelijker. Zodra het met personal assets gaat, ja, ligt eraan wat. De ene hebben we zoiets van, ja, kan mij het schelen dat mijn digitale data op de cloud, de fotootjes, de Facebooks op de cloud staat. Dat interesseert ons niet. Maar aan de andere kant, dingen die aan het hart gaan, die wil je graag beschermen. Maar als we naar auto's gaan, dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Dan gaat het misschien over levens, van jezelf, maar ook van een ander. En dan is opeens security en safety een hele andere zaak. En de OEM's die zijn daar met vallen en opstaan mee bezig in mijn smaak. En niet echt vanaf de start, maar daar kom ik later op terug. Excuseer, ik moet echt... meestal doe ik mijn presentaties in het Engels inderdaad. En dan, maar dan is OEM nog steeds een afkorting. Original Equipment Manufacturer, en dat zijn dus inderdaad autofabrikanten. En als ik over Tier 1's praat, dat zijn onze klanten en die maken equipment, of maken goederen voor de autofabrikanten. Een auto. 100 ECU's per auto. 100 doosjes in een auto die allemaal verschillende functies hebben. In totaal hebben sommige auto's wel 100 miljoen regels software erin zitten. 100 miljoen regels. Allerlei sensors, een heel netwerk zit in een auto. Het is een en al software wat ik al zei. En wat we steeds meer zien, is dat er dus heel veel connectivity naar de buitenwereld is. De Tesla bijvoorbeeld,
die heeft dat. De Tesla die doet al aan software updates. Kun je het voorstellen wat voor een probleem dat voor de RDW is? Maar er komt een auto binnen in een land en dan gaan ze hem een typegoedkeuring geven. En that's it, klaar. It's a closed system, normaliter. Maar nu is het opeens een open system, want hij kan software updates. Ik zou bijvoorbeeld de PK's op een bepaalde manier de software kunnen veranderen, waardoor die opeens meer pit heeft. En niet meer aan de emissie zou voldoen, bijvoorbeeld. Dat kan, over niet meer fix, dat kan ook via de software update. Kan ook andersom, daar gaan we niet op in. Maar wat ik wil aangeven is dus, Tesla heeft zoveel mensen gejat van Apple. Dat is ongelooflijk hoe die jongens aan het uitbreiden zijn. En op dit moment is 10% van de waarde van zijn auto is software. Dat gaat over een jaar of 10, gaat dan naar 60%. Staal wordt steeds goedkoper. En er komt steeds meer digitaal in de auto. Al die sensoren en al die dingen, we willen het allemaal hebben. In Amerika zijn er toch wel twee grote problemen bekeken. Ten eerste, al die wireless interfaces zorgt voor remote access, dus threat to safety. Je kunt van je auto een wapen maken. En collection of personal data, het is niet protected. Van wie is de data, jongens? Want je kunt je voorstellen dat een BMW, het werd net al verteld, die zijn wat geïnteresseerd om die data voor hun te laten zijn. Maar ja, ik heb die auto gekocht, dus die data is van mij, niet van BMW. Maar daar zijn de meningen nog niet over eens. Dus die discussie moet ook gaan plaatsvinden. We gaan nu eens even praten over de verschillende attacks die op chips plaats hebben gevonden. Dit is alleen maar een snapshot van wat ik gevonden heb op het internet. Maar ik heb ook, het geeft al aan dat een 14-jarig manneke heeft het netjes voor elkaar gekregen om een Delphi, dat is dus een Tier 1, die komt oorspronkelijk van GM, General Motors vandaan. Ja, die heeft dus gewoon met radiocheck elementen een hack kunnen verzinnen. En waar het op neerkomt met een hack van een auto is eigenlijk, wat is de waarde van de hack? Hè? Als ik een hack kan toepassen alleen op de auto en het kost me heel veel geld, dan is het eigenlijk niet waard. Maar als ik een hack kan toepassen op de auto en ik kan hem kopiëren naar andere auto's, dan wordt het heel interessant. En ja, deze is natuurlijk heel beroemd. Ik ga het filmpje niet afspelen. Ik heb hem niet eens gedownload volgens mij. Maar kijk naar de, voor degenen die hem nog niet gezien hebben, hè, want hij is vrij bekend al. Hij staat op YouTube, daar staat het adres daaronder. De slides worden gedistribueerd, neem ik aan later. Maar die mannen die hebben een easy target uitgekozen, de Jeep. En die hebben gezegd van, nou, wat zullen we daar eens mee kunnen doen? En die hebben door een bepaalde manier hebben ze de sleutels van de telefoon update kunnen achterhalen. Daar ga ik dadelijk dan ook nog op in. En ja, je ziet een man in een auto zitten en, op de snelweg in St. Louis in Amerika. En je ziet gewoon dat terwijl hij aan het rijden is, dat iemand vanuit de huiskamer zijn radio heel hard aanzet. Zijn de blowers aanzet, een plaatje op het scherm zet. Allemaal leuk en aardig. Maar wat nog erger is, is dat ze op een gegeven moment dus gewoon de rem uit kunnen schakelen. Of de motor uit kunnen schakelen. En dat is natuurlijk wel een safety aspect. Een heel eenvoudige hack. Jeep heeft daardoor gewoon 1,4 miljoen auto's moeten terugroepen. En dat kost veel geld voor een OEM. Dus, wat halen we eruit? Dat die wireless interface, ja, dit is een vallen en opstaan effect. Hè? Het is duidelijk hiermee aangetoond voor Jeep. Jongens, security is een necessary evil en we willen er niet veel voor betalen. Ik geloof dat iemand anders dat vanochtend ook wel, of vanmiddag ook wel zei. Het moet allemaal, auto's moeten goedkoop zijn. We willen ze voor 20.000, 25.000 euro aanbieden voor de mainstream. En ja, om veel security te embedden en al die code te gaan herschrijven die je misschien ook een hele bepaalde leeftijd heeft, kost veel geld. Ja, die remote attack in dit geval is dus highly scalable. Software, het is net als een computer. Software is waar daar zorgen. En ja, wij moeten kijken naar onze strategieën. Daar ga ik dadelijk verder op in. Uh,
Ja, secure software over de air updates is een must voor de toekomst. Die requirements krijgen wij steeds meer van de autofabrikanten. BMW die had laatst een probleem, maar die hebben ze gelukkig kunnen patchen via een over-the-air update. Alleen dat scheelt dus heel veel centen. Zo'n update. Eigenlijk hetzelfde, waarschijnlijk, ik weet het niet precies natuurlijk, maar waarschijnlijk gaat hetzelfde als met jouw setup box thuis. Je hebt altijd een image, zodat als jouw image onderbroken wordt, dat je kunt terugvallen op je oude image en in de tussentijd wordt er een image update gedaan met een soort root of trust in je auto, een secure, like, zoals een vehicle identification nummer ofzo. En die moet wel eenduidig zijn. En ze zullen voor jou auto's zullen ze ook een eenduidig nummer hebben, waardoor een update mogelijk is. Je moet zeker weten dat jij, dat ik als BMW met de persoon praat die daadwerkelijk die BMW heeft. En dat kan alleen maar met een vorm van symmetrische encryptie gebeuren. Ja, zoals, dus Chrysler, zoals ik al zei, moest via de USB drive, wat op zich nog steeds enigszins goedkoper is, maar je moet wel iedereen gaan bellen van jongens, kom met die auto terug naar de dealer. Ik heb al eens begrepen dat in Amerika sorry voor mijn Engels gebruik, hè. Ik heb ook een tijdje in Amerika gewoond, dus ben die woorden die gebruik ik vaak. Maar een recall is ook gauw $500 per auto. Dus als er 1,4 miljoen auto's moeten worden teruggehaald, dan was het niet moeilijk te berekenen hoeveel geld dat zo'n bedrijf kost. Het gaat om veel geld. Je kunt je ook voorstellen hoe Volkswagen dus nu kijkt tegen hun problemen die ze nu hebben. Dat even te zeggen. Nou, en hackers, ja, die pikken meestal de makkelijke jongens op. Dat is al duidelijk. Die Miller en Vlasic, die gasten die dus die Jeep krijgen, altijd die duwen dat vaker. En die kijken natuurlijk. Dus, ik had net een leuke discussie met iemand. Als mijn huis minder beveiligd is dan mijn buurman, dan ben ik een easier target. Zo simpel is het. Als bij mij de voordeur open staat, dan gaan ze mij kiezen, niet mijn buurman. Nou, wat is hier gebeurd? Dit is zo'n software update attack. Ook daar hebben we een, als het goed is, een leuk filmpje van. Ook die laat ik niet zien, maar die duurt 11 minuten namelijk. Maar daar laten ze dus zien hoe ze met eenvoudige spullen, ik geloof dat het een paar honderd dollar kost, ook standaard apparatuur, konden ze gewoon over die air met een antenne, konden ze de keys achterhalen die dat bedrijf gebruikte om een software update te doen naar een auto. Over die air, gewoon differential power analysis. Dus met, door differential power analysis is dat je kijkt naar de piekspanningen op de voeding van je chip en je telefoon. En als jij dus ziet dat bepaalde veranderingen plaatsvinden, kun je dat correleren aan de code van de key. Slim, hè? Het gebeurt echt. Kijk maar naar het filmpje. En ze konden dus hier, met al die spikes die je hier ziet, konden ze gewoon zien, hé, dat is 1-0-0-0-1-0-0, dat is mijn key. Ze hadden één auto gehackt, een computertje aangesloten, even kijken naar de code, malware implementeren, hey, ik kan het kopiëren naar andere auto's. Nou, dit is dus een beetje het voorbeeld hoe ze dat hebben gedaan, met hoe ze dat zouden kunnen doen met de Jeep. En dit is dus een heel finesse attack. Ja? Hadden ze dan toegang tot de sleutel of hebben ze het signaal geïntercepteerd? Ze hebben het signaal geëmuleerd. Wat ik gezien had op het filmpje is dat ze het signaal ontvangen met hun eigen telefoon naar de sender. Ah ja, oké. Zo, we moeten ervoor zorgen dat die keys niet eruit kunnen komen. En dat betekent dus dat je physical protection of the keys. Dat betekent eigenlijk dat je niet alleen kijkt naar een socket die je moet aansluiten en dat je IP-adres beveiligd is, omdat je een firewall installeert, maar je moet ook side-channel attacks aankunnen. Side-channel attacks zijn eigenlijk attacks, dat zijn eigenlijk, dus dat is een beetje uitgelegd hier, je kunt door foto-emissie kun je analyse doen. Je kunt door spike and glitch injection, dus alpha particle, je wilt zo gek niet weten hoe wij met een chip, die wij allemaal verkopen, u zei straks met Qualcomm, hè? Ze kijken er niet naar, want het moet ook de silicium moet goedkoop zijn. Ja. Ze kijken er gewoon echt niet naar. En als wij bij ons op een NXP een bepaalde chip op de test zouden leggen, gegarandeerd dat wij die keys eruit kunnen halen. Ze zijn op een gegeven moment, op een chipje heb je gewoon OTP,
one-time programmable. Dat zijn bepaalde fixed settings. Als je die onder een microscoop legt, konden we al zien wat de key was. Ja. We hebben toch die technologie bij de cryptochips? Sorry? Bij cryptochips heb je toch de technologie om dat tegen te gaan? Dat is wat wij dus daarom doen wij goede business op dit moment. Prima. Een hele simpele, leuke anekdote. Wat is een non-invasive attack? Washington. Pentagon. Wij noemen het de simple power analysis, hebben we verteld, en de simple pizza analysis. Wat bleek nou? Als er iets stond te gebeuren in Amerika, gingen de Russen die gingen gewoon kijken hoeveel pizza's bij Domino's besteld werden. Dus net voor de Panama-invasie of voor de Golfoorlog werden er zeg maar een x-aantal pizza's besteld, terwijl op een normale dag waren het veel minder. Ja, dit is het klassieke voorbeeld van de differential power analysis. Ja? Dus ja, hoe los je het op? Ja, het is echt een daadwerkelijk voorbeeld. De Russen die konden gewoon zien van, ja jongens, er worden nog wel heel veel pizza's besteld, overwerk, daar is iets aan de hand. Ja, dat is dus eigenlijk side-channel informatie. Je kijkt niet naar het core van het probleem, maar je kijkt, hé, wat gebeurt er daarnaast en hoe los ik het op? Dus hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat het systeem wel veilig is? En dat is waar de OEM's nog met vallen en opstaan zijn. En wij proberen ze natuurlijk uit te leggen wat er allemaal kan gebeuren. Security is eigenlijk iets dat ik kan het systeem zoals het gedefinieerd is, kan ik niet achterhalen door algoritme of door een beetje naar de software te kijken. Het moet geobfuskeerd zijn, het moet een beetje vaag gemaakt zijn, het moet veilig gemaakt zijn. En security is natuurlijk zo sterk als de weakest link. Het klinkt, ja, u zei het straks ook, de gut feeling. Hè? Waar zou ik het beste iets kunnen aanvallen? Ja, de weakest link. Het klinkt zo logisch, maar het is ook zo. En security is eigenlijk iets wat vanaf het begin van het project meegenomen moet worden. Dat gebeurt zeker niet op dit moment. Het is altijd achteraf. Ook bij de automobielfabrikant. Oh ja, jongens, we hebben nu een wireless connectie opeens in de auto, maar wat moeten we ermee doen? Hoe gaan we dat nou veilig maken? Want het kost zoveel of het kost zoveel. Ja, vanaf ben je eigenlijk al te laat. En niets is ook, maar dan ook niets is 100% secure. Of veilig. Dus je moet, eigenlijk moet je een gelaagd systeem hebben. En dat is wat wij natuurlijk zeggen. Eigenlijk heb ik deze slide al een beetje uitgelegd, dus die sla ik over. Maar voor wireless interface naar een auto, ja, als hacker kan ik dat veel meer anoniem doen. Hè? Ik heb minder risico, het is gewoon een node in het netwerk. Iedereen, er zijn 3 miljard elementen aan het netwerk verbonden. En hoe verder ik ergens vanaf sta, hoe veiliger het is. En ik kan het, een 14-jarig jongetje kan het proberen. Die jongens in Amerika kunnen het proberen, wij kunnen het proberen. Niemand, of heel moeilijk dat je erachter komt. En het kost weinig geld. En ik heb het net laten zien, ik kan ook nog eens meer auto's aanpakken. Dus ik heb meer return on investment, zullen we maar zeggen, als hacker. Kortom, het is een zeer grote kans. Likelihood is very high dat een auto gehackt gaat worden. En wederom, ja, sorry, jouw presentatie was eigenlijk wel prima, want ik dacht van je maait een paar dingen toch behoorlijk voor een goede weg. Maar het klopt precies. Dus wat voor sensors hebben wij in de auto allemaal? Ook dat werd net besproken, en die sensors, wat met die informatie allemaal kunnen doen. Maar als je kijkt naar waar NXP aan werkt, we werken aan allerlei sensors voor snelheidsradar, Car2X, keyless entry en natuurlijk. Toekomst ziet er ook nog rooskleurig uit voor camera en LIDAR. LIDAR betekent voor degenen die dat niet weten, dat is die light emitting radar types, die paddenstoelen die op de Google auto's zijn. Dat is LIDAR. Dus met licht werk je dan, veel betere resolutie, alleen het kost nog wel wat centen. Die jongens allemaal tezamen, die gaan we gebruiken als sensoren en dat wordt daarna in een think tank gebracht, een think tank, en daar wordt sensor fusion gebruikt. Dus die sensoren, als we gaan geautomatiseerd rijden, dan moeten we er eigenlijk voor zorgen dat al die
informatie op een juiste manier tezamenkomt. Goh, wat zou ik hier graag willen kijken bij elke auto? Dat is de hart van het systeem. En daarna gaat dit gebruikt worden voor jouw voor de elementen die de zaken gebruiken. Het remmen, het sturen, het display. En ja, wij geven hier dus eigenlijk een beetje aan waar wij allemaal aan werken. En waar er dus beveiliging nodig is. En wat ik net zei over die gelaagdheid. Wat wij, maar mijn verhaal is een beetje subjectief natuurlijk, want wij verkopen heel graag heel veel van dit soort elementen in de auto. Dat is onze business, ons lithium te verkopen. Maar ik gaf net aan, security moet op een of andere manier gelaagd zijn. Nou, dit is maar een klein onderdeel van de auto, wat voor doosjes er allemaal in zitten. Engine control, transmissie, hier heb je dus zeg maar de powertrain. Dan heb je de infotainment, wat is het, ja. En dan heb je de controle van de auto's, noem maar op, allerlei doosjes. En wat je eigenlijk moet gaan bekijken in een auto, als je hem gaat ontwerpen, is van welke elementen zijn nou echt van wezenlijk belang om afgescheiden te zijn van iets anders. Ik kan me voorstellen dat de powertrain, dat je die graag niet via een wireless interface zonder een gateway functie zou willen benaderen. Op dit moment is een auto een closed system. Hè? Op dit moment moet je al die groene dingen weghalen. Voor sommige auto's is het op dit moment een closed system. Dus als ik nou een Opel Astra koop of een Volkswagen Polo, daar zit geen wireless connectie in, dan is dit allemaal één geheel. Dus als ik met mijn CAN-netwerk, mijn interne autonetwerk, zeg maar ergens erin steek, dan kan ik elk doosje benaderen. En nou, wij zeggen, zodra jij maar connected bent met de buitenwereld, zul jij een gelaagdheid in jouw security moeten gaan implementeren. Als je dat niet doet, dan word je gehackt. En dat is een vervelend iets voor de automotorwereld. Sommigen zullen het doen, sommigen doen het niet. En diegenen die het niet doen, die worden gehackt. Spreekt u dan van zo'n virtuele circuits in de wagen? Of hoe denken we dat dan gaan aan te pakken? Nou, wij denken dus aan Secure Element. Ja. Dus echt aan hardware. En wat is een Secure Element? Een secure element is dus inderdaad, wat je net zei, tussen een chip die we ook gebruiken voor onze smartcards en voor onze bankpassen en voor allerlei zaken. Die chips die zijn extra beveiligd. Die chips die kun je onder een microscoop leggen, dan zie je niks. Die chip kun je bestralen, dan zie je nog steeds niks. Als je een andere techniek bijvoorbeeld is een chip heel koud laten worden en dan gaan kijken hoe de power zich gedraagt en dan heel warm laat worden. Kijk hoe de power zich gedraagt en dan op normale temperatuur en hoe de power zich gedraagt. En dan bij dat soort technieken kun je dan ook weer achterhalen wat de keys zijn. Alleen wij doen bepaalde sensing, dat als bepaalde testen gedaan worden, dan wordt die chip, die gaat uit. Dus dan kunt u proberen te testen, maar het lukt niet. Zo simpel is het. En die chip, zo'n secure element, die is, ja, dat heeft dan een bepaalde terminologie, die is EAL 6+. Dus dat is Evaluation Assurance Level 6+. Dat willen de creditcardmaatschappijen, dat willen de overheden. En de vraag is, willen dat de automotorwereld ook? Veel wel. En wij zeggen natuurlijk dat ze dat ook willen. Ja, en dan natuurlijk zit er een prijskaartje aan. Maar ja, wat is de damage, wat is de schade die een Jeep heeft als zij nu 1,4 miljoen auto's terug moeten halen? Uiteindelijk is het een kosten-baten afschatting van een autofabrikant. Hè? Hoeveel ga ik van tevoren investeren en wat is de kans dat ik gepakt word? En wat is het verschil, kan ik dat risico nemen? De kans is groot dat autofabrikanten dat doen. Hoor. Dat doen we allemaal, dat doen merendeel van het bedrijf. Alleen de vraag is een auto die een onderdeel gaat vormen van jouw infrastructuur, dat wel, mag dat wel? De overheid gaat daar dan niet gauw in regelen. Nou, dit is dan een beetje meer een detail. Maar ik kan niet te veel vertellen natuurlijk over de chip, maar dit is een beetje meer een detail wat er dan allemaal in zit. Allemaal hardware accelerators. Hij is beschermd tegen side channel attacks. En hier heb je dan dit mooie termpje, dus hij is super secure. Als ik dit zou gebruiken voor mijn odometer, de aantal kilometers die ik gereden heb in Duitsland, hebben ze wel eens getest dat ze daar iets van 5 miljard schade door hebben. Omdat heel veel van die gasten die zitten me steeds bij de garages ouderwets die odometer naar terug te draaien.
Dus hij heeft maar 10.000 kilometer gereden, meneer Klaas. Ondertussen heeft hij er 110 op staan. Nou ga ik een beetje in op de use cases. Ja, dit is dan Car2X. Ik ben daar de systeemarchitect van binnen NXP. Het is een systeem wat niet werkt op telefoonstandaarden, op gsm of op 3G. Maar het werkt op een aangepast WLAN-systeem. En wat je eigenlijk doet is dat de groene auto die zendt continu bericht uit van joh, hier ben ik, dit is mijn richting en dit is mijn snelheid. En de rode auto doet hetzelfde. En de bedoeling is dat als jij dat continu uitzendt, is dat jij ongelukken kunt voorkomen, maar ook traffic flow kunt verbeteren. Hoeveel files hebben we wel niet door ongelukken bijvoorbeeld. Dus dit systeem dat is sinds, ja, het begint nu een beetje te configureren. In Amerika verwachten een mandaat dat het verplicht gaat worden in 2020. Dus dit gaat echt levens redden. Europa en Amerika die hebben gesteld dat bij 2025 nog maar 10% van het aantal verkeersdoden moet zijn ten opzichte van nu. En in 2050 willen ze naar 0%. En even de informatie, in Amerika zijn er 40.000 verkeersdoden per jaar. Er zijn 7.000 gunshot doden in Amerika, maar dat is 40.000 verkeersdoden. Dus dat geeft toch wel een beetje de situatie aan. Nou, dit is dus dit is waar wij aan werken. Maar hier wil je dus eigenlijk even aangeven welke use cases er zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld emergency vehicle warning. Ander bijvoorbeeld is end of traffic jam. Hoeveel problemen we op de A67 bij Eindhoven wel niet hebben, omdat een vrachtwagen achter op een file is gereden. Nou, dat zou je hiermee kunnen voorkomen, bijvoorbeeld heel eenvoudig. Kan ook mijn radar, maar mijn radar kijkt niet zo ver. En dit systeem kijkt gewoon naar minimaal 500 meter ver. En dat is het verschil. Ja, Wat is nou het probleem met een van de problemen met het systeem is dat komt het bericht daadwerkelijk van die auto of komt het misschien van de laptop ergens anders? Dus daar heb ik security voor nodig. En ook heel belangrijk is van ja, ik wil toch liever niet hebben tot ik gevolgd kan worden. Dus ik heb privacy nodig. Ook heel belangrijk. Wat gebeurt er met mijn data? Dat was een andere presentatie. Deze data die vinden we allemaal prima, ik heb het net al gezegd, maar die data waar ik allemaal naartoe rijd, dat mogen mensen niet weten. Dus die twee zaken lossen wij op met die secure element die ik net aangegeven heb. Wij zorgen ervoor dat ons secure element, alle keys, alle certificaten, die blijven op ons secure element, die verlaten nooit dat element. En jij kunt niet bij het element, dus je bent inherent secure, veilig. Heeft dit als doel voor autonomous driving of is dat assistant? Dit is assistant. Autonomous, bij die Bordeaux, wat wij gezien hebben vorige week, het ging over twee dingen. Autonoom rijden en security. Het ging over twee zaken. Autonoom rijden is nog een beetje in research staat. Ja, ik denk het ook. Ja. Ik denk dat er zijn allemaal leuke ideeën, maar je hebt ook nog eens van hoe gaan de verzekeringsmaatschappijen mee om? Hoe gaat de overheid ermee om? Wie is nou, ik heb een ongeluk veroorzaakt. Wat gebeurt er dan? Allemaal dat soort zaken. Dus voordat we dat traject komen, dat duurt nog wel even. Er zijn al mensen die een andere mening aanhouden, maar ik geloof er nog niet zo 1, 2, 3 in. Nee, wat ik geloof is dat je assisted driving hebt. En dat je heel veel sensoren krijgt, omdat wij in onze auto allemaal naar die telefoon zitten te kijken tegenwoordig. Ja? Dit is een, net zoals met vroeger, je had de software op de computer, je had hardware, je had software, je had hardware. Windows 95, Windows 2000, het ging maar steeds omhoog en je had steeds meer hardware nodig. In een auto is het, je hebt steeds meer interrupts en je hebt steeds meer systemen nodig om je van die interrupts veiliger te laten maken. Ja, want mensen gaan veiliger rijden naarmate de auto veiliger is. Klopt. Dus ik... Dat is een... Eigenlijk is dan de vraag, zijn we wel goed bezig allemaal met die sensoren te maken? Nou, ik zie dat steeds, maar ik ga het nu toch zeggen, mijn auto kan niet rekenen, dat is een Volvo Kattenburg en een 56. Maar kan ik daar een stapje wel mee rijden? Dat is een, u bent van RW, ja. Dus
Zou je daarop willen antwoorden? Ja. Ja, het is niet dat ik erover ga hoor, maar dat is gewoon alles wat wij in de ontwikkelingen meemaken, dat staat nieuwe ontwikkelingen toe. Maar er is in al die jaren nog nooit gezegd, iets ouds wordt verboden. En dat zal ook nu niet gebeuren. Wat je wel mag verwachten is dat het ook voor de bestaande voertuigen afgesloten pakketjes komen waarmee je functionaliteit kunt toevoegen. Maar dat veronderstelt al wel dat de auto, zeker in deze ontwikkelingen, ergens iets van een computer of hardware heeft zitten waar je de wagen staat. En dat geldt voor een bepaalde categorie helemaal niet. Maar daar denk ik ook van ons persoonlijk beeld, dat is ook helemaal niet zo belangrijk. Deze ontwikkelingen hebben als achtergrond vaak veiligheid en milieu. En hoe meer auto's daar aan bijdragen, hoe liever. En de rest moet uitfaseren. Yes. Dat is niet 100%. Ja, precies. So what? Ik denk ook daarom dat je in Amerika hebt gezien van hoeveel sterren en hoe veilig je dan bent. Het 4-sterren auto of 5-sterren auto. Ik denk dat we daar naartoe zouden moeten gaan. Ik denk niet dat je in één keer de stap wilt maken überhaupt naar autonoom rijden. Maar we zijn hier om security praten, niet om safety. Dus het is een aspect die heel erg gelinkt lijkt te zijn, maar dan aan de andere kant ook weer niet. Gezien de tijd geef ik deze een beetje als referentie aan. Wat je doet bij Car2X is, je doet een asymmetrische cryptologie. Dus je gebruikt ACC en ik geef een certificaat uit, net zoals met PC. En doordat ik die certificaat, degene die de certificaat uitgebracht heeft, vertrouwt die ook die andere auto. Dat is heel erg snel, hoe ik dat nou zeg, maar eigenlijk wat we doen in Car2X is dat we transmitten 10 messages per seconde. Hier ben ik, dit is mijn richting en dit is de snelheid. En die ander ontvangt het. En op die manier heb je een heel netwerk van auto's die van elkaar precies weten waar ze zijn. En door dit systeem te gebruiken kunnen we ook precies zeggen van jij komt echt van de auto die ik denk waar je vandaan komt. Dan hebben we nog een andere applicatie en dat is telematics. Dat is zeg maar rekeningrijden vroeger. Maar ook waar telematics ook voor gebruikt gaat worden eigenlijk is dat je als je een ongeluk hebt gehad dat automatisch dan een ambulancedienst zou gebeld kunnen worden. Of Opel die biedt nu aan de hele OnStar business. Ook daar wil jij wederom een secure lijn hebben. Je wilt zeker weten dat ik degene ben, bel naar de overheidsdienst of de Opel-diensten. Dus ook daar zien wij duidelijk het verzoek om een secure element te hebben. Het is een open lijn naar de buitenwereld. Het is een gateway. We moeten dit beveiligen. En dat zijn de OEM's, de autofabrikanten, het helemaal mee eens. Deze slide sla ik even over, maar dit was in het data aspect wat we met zo'n doosje hadden gedaan in Eindhoven. Dit is het platform van Eindhoven, is de real-time speed van allerlei auto's in Eindhoven laten zien. Maar dat is puur even de info gezien de tijd. Zelfs wat ook wel leuk was, is dat wanneer het ware regende in Eindhoven, door de ruitenwissers gingen aan. En dan kon je nog precies zien waar de lokale buien zijn. Je kunt er zoveel mee. Dat is gealarmeerd. Ja, en tenslotte een andere applicatie is de keyless entry van de auto. Hoe makkelijk was het vroeger wel niet om dat ding te hacken? Ik ga er gewoon tussen staan, ik ontvang wat hij stuurt, ik herhaal wat hij gestuurd heeft, ik kan in de auto. Een dief had het veel makkelijker dan vroeger met zo'n metalen plaatje er doorheen te gaan. Ja? Tegenwoordig hebben we allerlei, wij doen dan als wij zo'n chip maken, dan kijken wij allemaal naar replay attacks. Ja? Je doet een hele studie van wat voor aanvallen er allemaal kan plaatsvinden. En aan de hand van al die aanvallen die je hebt, ga je dan een systeem maken zodat het veilig is om je key te gebruiken. Want die keys die gaan steeds verder. We hebben nu ook een key van pak een beet die een kilometer ver kan gaan. Voor mensen die nog wel eens willen vergeten waar een auto staat bijvoorbeeld. Of dat ze vergeten zijn tot een auto dicht te doen. Dus ook hier hebben we een applicatie voor een secure element. De vraag is inderdaad, iemand zei het ook, gaan we nog wel überhaupt in 2050 een sleutel hebben aan een auto? Maar ja, de telefoon kan leeg raken jongens, dan wil ik nog steeds een auto. Dus je zult altijd nog een sleutel krijgen. Zo lullig als de telefoon leeg is en je niet meer in de auto kan. Conclusies.
alles wat we nodig hebben is trust. En God we trust. Het staat op sommige bankbiljetten zelfs. We moeten security designs gaan gebruiken in de automotive wereld die van toepassing zijn in deze nieuwe wereld van security. Je moet niet dezelfde fout willen maken als de PC's waar jij continu upgrades moet doen. Dat is voor de autofabrikanten iets wat niet handig is. Ze zullen dat niet graag willen, het kost veel geld. En dan worden de auto's duurder en als de auto's duurder worden, dan hebben we een ander probleem. Want dan hebben de autofabrikanten een ander probleem. Wat ik dus ook heb gezegd, we hebben dus van die side-channel attack chips nodig. Dit is dus preken voor mijn eigen parochie, maar dat is duidelijk. En dat het dus ook bewezen is en gecertificeerd is. Ik denk dat de overheid daar zeker een rol in moet gaan spelen. Wanneer wordt nou iets geaccepteerd? Of accepteren ze dat een systeem dus inherent minder veilig is? Op de openbare weg. Daar zien we nog steeds wel ruimte voor verbetering voor de overheid, hoe die daar een rol kunnen gaan spelen. Alhoewel dus de chip er is, zoals ik al zei, we zien sommige autofabrikanten wel daarin werken, maar andere autofabrikanten niet. Dan is mijn 56 Volvo dan nog steeds veilig, nou dat is toch tot daar aan toe. Maar wat dan als een BMW-serie versus een Peugeot. De Peugeot is niet veilig en de BMW is wel veilig. Ja, wat voor implicaties heeft dat? Hoe gaat de overheid ermee om? Hoe gaan we dan op de weg mee om? Zijn de sensoren dan opeens minder veilig? Moet ik als auto, oeh, dat is een Peugeot, die is minder veilig. Ja, daarom gebruik ik het. Ah, daarom. Ik ben hier naartoe gereden met een huurauto en het was een Peugeot en hij reed gelijk als lekker, moet ik zeggen. A lot of cars will be hacked in the future. En dat is duidelijk. En inderdaad, hoe gaan we met de verzekeringstechnische zaken om? Nog iets, hè. Ze hebben een onderzoekje gedaan. Over ons. We hebben thuis gateways, we hebben telefoons, we hebben simkaart, we hebben allerlei elementen waar we een paswoord moeten intypen. 90% van alle paswoorden in de wereld die zijn hackbaar. Hoeveel mensen gebruiken op hun simkaart nog steeds? No. Ik denk niet dat je ze wilt tellen. Deze was heel erg leuk, die had ik ook gebruikt de vorige keer, en dat was al in maart. Dat was een Homeland Security Congress, jerk. Die man die gaat over de budgetten in Amerika. En die hoorde dat crypto nodig was om hun systeem veilig te maken, hun computers veilig te maken. En daar was meer budget voor nodig. En ja, hoezo? Onze systemen zijn toch al veilig, onze computers, waarom hebben we crypto engines nodig? Dus het besef voor security bij sommige mensen is er ook niet, wat ik maar wil aangeven. En dat was echt iemand, een top homeland security persoon in Amerika. Altijd achteraf, nooit vooraf, nog niet althans. Dat was mijn presentatie.